Huisartsen moeten alert zijn op patiënten met griepklachten en mogelijk eerder antibiotica voorschrijven. Dat zegt Peter van der Voort, hoofd van de intensive care van het UMCG. Hij ziet dat het griepvirus, ook wel influenza genoemd, momenteel flink om zich heen grijpt. Voor wie dat niet op tijd laat behandelen, kan dit ernstige gevolgen hebben. Die griep die zorgt ervoor dat je afweersysteem een beetje minder goed functioneert. En bepaalde bacteriën kunnen dan hun kans grijpen en een bacteriële longontsteking geven. Die ontsteking die grijpt om zich heen in het hele lichaam. En dan gaan ook andere organen gaan slechter werken, de nieren en het hart. En uiteindelijk heb je dan wat wij noemen multi-orgaanfalen, dus dat veel organen niet meer goed werken. En daar kan je aan overlijden. Iedereen is vatbaar voor deze influenza. Ook mensen die normaal gesproken nooit iets mankeren. Het is daarom belangrijk om op tijd aan de bel te trekken. Ja, het is toch wel opvallend hoe ernstig die longontsteking kunnen verlopen. En we zien er nu een groot aantal achter elkaar bij ons in het ziekenhuis en ook op de intensive care. En je kan beter dat bespreken met de huisarts en dan van de huisarts gerustgesteld worden dan dat je te lang wacht en dat dan ook de huisarts achter de feiten aanloopt. Maar hoe weet je nou wanneer je je zorgen moet maken als je last hebt van de griep? Volgens Van der Voort zijn er bepaalde symptomen om extra alert op te zijn. Een normale griep die heeft een paar dagen koorts en daarna moet het wel gaan afzakken. En als je dan merkt dat die koorts alsmaar blijft en dat je meer kortademig wordt, of dat je eerst even beter gaat, maar na een paar dagen toch weer koorts krijgt en meer gaat hoesten en kortademig bent, dat zijn wel momenten waarop je naar de huisarts zou moeten gaan en moet vragen van zou er misschien longontsteking kunnen zijn en moet daar dan iets voor gebeuren. Bijvoorbeeld antibiotica.